dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en het is 6 uur in de ochtend en wij gaan op reis. En ik heb er super veel zin in. Ik heb vanochtend als eerste natuurlijk eventjes na het douchen even mezelf helemaal droog gemaakt. De blaren en de wonden goed aangedipt en blarenpleister opgedaan. Slippertjes aan, want we gaan toch gewoon lekker veel in de auto zitten vandaag. Het is waarschijnlijk 8 tot 9 uurtjes rijden. Hangt ook een beetje van het verkeer af. Daarom gaan we ook om 6 uur nu rijden. En dan hopen we nog een beetje in ieder geval voor de spits te zijn. Het is prima weer. Ik heb er super veel zin in. We gaan naar een prachtig plekje toe. Dus blijf vooral kijken om te weten waar we heen gaan. En de auto die zit helemaal vol. We zijn met z'n drietjes in totaal. Marjo en ik en Jelmer. En ja, we hebben genoeg bagage. Dus laten we eens even kijken of dit dicht gaat. Daar gaat hij. Ja hoor. Perfect. Helemaal perfect. Jelmer die zit hier zo. Die heeft een mooi plekje. De andere kant die zit alweer vol met een tas. Nice. En dan hebben we aan deze kant waar Marjo als eerste gaat zitten. Aan de zijkant. Passagiersstoel. Lekker kussentje mee. Is mijn eigen kussentje. Heerlijk. Appeltjes, broodje. Koffietje in het midden. En ja, ik ga de eerste paar kilometers rijden. Dus dat wordt hartstikke leuk. Ik heb er zin in. Het is wel echt even een beetje een heel, heel erg kort nachtje geweest voor mij. Ik lag om 4:30 op bed. En om 5:30 werd ik wakker gemaakt. Dus nice. 2 uurtjes slaap. Is niet best. Ik moest nog even wat dingetjes afronden waardoor het laat werd. Maar ik ben klaar om te gaan. 10:04 geeft hij op dit moment aan. 900 kilometer. Dus als we nu in één keer doorrijden, zonder file, zijn we er om 4:30. Nou, dat is perfect. Ja, we moeten aansluiten bij de update, toch? Ja. Dus dat zou inderdaad wel ideaal zijn. Nice. Nou, we gaan. Zo, ik heb heerlijk geslapen. We zijn op de helft. En dat betekent wisselen. Dus Marvin is eventjes lekker aan het tanken. Hallo. Ben je een beetje moe? Ik moet heel los. Oké, moet ik het even overnemen tanken? Dan kan jij plassen. Ja, maar. Dit is wel echt relaxed hoor in het buitenland, dat je dat nou hebt. Dan kan je het hier vastklikken en dan hoef je niks te doen. Hé, hey, hij is klaar. Ik heb goed getankt, maar het blijft gewoon het mooiste tanktopje wat ik ooit gezien heb. Ongelooflijk. Hoppakee. Je gaat me niet vertellen dat dat bier is, toch? Volgens mij wel. Dit kan je niet menen. Een plaatje. Oh my god. Hoe drink je dit ook? Kijk dan. Dit kan toch niet? Echt heel bijzonder. Ik moet deze gewoon meenemen. Dan ga ik even nadenken. Aan wie zal ik deze geven, dames en heren? Laat even weten in de reacties. Collectors item staat er ook. Dan wil ik wel eentje met een plaatje dat hij zo aan het drinken is. Deze. Die is sick. Biertje. Ik blijf het gek vinden hoor. Bier, überhaupt alcohol bij een tankstation. Ja, dat kan in Nederland hebben. Nee, dat vind ik ook een beetje gek. De tank zit helemaal vol. Het is bijna 11:00 ochtends. Wat heb jij gehaald bij de bakker? Pizzaatje. Pizzaatje. 11:00 ochtends. Pizza, let's go. Oké, wat hebben we gehaald, dames en heren? Ik heb een lekkere appelflap. En ik heb een puddingbroodje. Nou, dat is lekker. Ja, het is nu 11:00 in de ochtend. Ik ga even plassen. Ja. Hebben ze al bij de wc van die schermpjes? Dat hebben we heel vaak in Duitsland van die schermpjes als je plast. Oh, ja, ja, ja. Alleen nu deed de Android het niet of zo. Hij had een error. Oh. Kijk, dit bedoel ik bij die wc's. Alleen er staat Android is starting, dus hij doet het niet. Maar normaal gesproken is hier allemaal reclame op en zo. Oh, kijk de auto shinen. Daar gaan we hoor. Marvin lekker slapen. Jij maar lekker chillen. Of ook slapen, weet ik niet. En dan ga ik wel even lekker rijden. Let's go. We zijn er bijna, dames en heren. Nog 20 minuutjes. Lekker op de slippertjes. Het is 31 graden. Het is warm. Waarom is elk tankstation op vakantie gewoon herkenbaar? Hier ben ik ook al een keer geweest. Dat weet ik zeker. Het is allemaal zo herkenbaar. Elk tankstation. Dit is het derde tankstation waar we nu volgens mij zijn. Alle drie ben ik zo een keer geweest. Je hebt zin in iets, maar je weet niet wat. Ik weet waar je zin in hebt. Ik neem jou mee. Okay. Kom maar. Ja toch. Bam. Een blik bier. Die andere was los natuurlijk. Ja joh. Jelmer die heeft hem opgedronken. Ik moet weer nieuwe kopen. Ongelooflijk. Ze hebben hem allemaal. En overal staat collectors item. Maar ik heb zin in iets, maar ik weet ook niet wat. Ik voel me wel een beetje wazig. Elke keer slapen, wakker, slapen, wakker, slapen, wakker. Ik ben een beetje in de war. Maar goed. Dan moest je even aanraken. Ja, maar waar heb je zin in dan? Ja, dat komt me niet uit. Iets zoutigs of iets zoetigs? Iets sappigs? Zo, die bril die staat vast in jouw hoofd. Echt? Je zit helemaal hier. Ja, ik kon mijn hier eigen bril niet vinden. Dus Marjo haar bril staat in mijn hoofd waarschijnlijk. Je hebt gewoon 2 uur geslapen met mijn bril op, hè? Lekker. En ik ben echt lief, want ik wou hem eigenlijk hebben, omdat
de zon in mijn ogen scheen, maar ik dacht, ga je niet wakker maken door dit te doen. Want dan is het zo wakker. Wij zijn ondeugend geweest. Wij hebben een lekker box besteld. Ik heb een braadworstbox. Deze heb ik dus besteld nu. Ik weet niet of je er ook zo uitziet. Ja, dat is maar de vraag, of je er ook zo uitziet. Ai, 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 ik ben benieuwd. Het is nu 6:30 trouwens. En om 6:30 gaan we avondeten. Dus ik dacht 6:30, 7:30, dat duurt nog wel even. Dus laten we nog maar even wat eten gaan halen. Maar Myron niet. Myron die wilde geen box. Myron die zit meteen in de sportmodus. In de healthy five. Dus die zei, nee, ik ga niks eten. Ik doe het om 6:30 wel weer. Maar ik ga straks uitleggen wat allemaal een beetje de bedoeling is voor de komende dagen. En wat we gaan doen. Wordt wel echt superleuk. Ik heb er heel veel zin in. En vooral Myron. Myron is helemaal zenuwachtig, merk ik. Die is helemaal zo van, ik ga terug naar mijn roots en we gaan weer trainen en ja, wordt super tof. Dus ik ben heel, heel erg enthousiast en super blij voor Myron. Ze is helemaal aan het glunsteren, helemaal aan het zenuwachtig doen. Super schattig, heel lief. Dit is ook wel geinig om te laten zien trouwens, maar in Nederland heb je dit volgens mij niet. Je hebt wel Fanta, je hebt ook cola, maar als je dat gemixt wil kopen, dan heb je Spacey. Dit is dus gewoon Fanta en cola door elkaar heen. Kan je gewoon hier in een fles al kant-en-klaar kopen. En kijk wat we hier hebben. Hier hebben we de flesjes die geluid maken. Die nemen we even mee natuurlijk. Oeh, is dit Nordic? Oh, dankjewel. Wauw, kijk dan. What? Zitten zelfs radijsjes op. Nou, eerlijk, ik moet zeggen, looks like the picture. Wow, mag je dit houden? Nee toch? Gewoon bestek mee in de auto. Ja. Hast du eine fork for in das car for takeaway? Because this is metal. I don't think this is good. Nice. Messer, gabel en sifite. Waar komst du? Holland. Holland, dankjewel. Dankjewel. Oké, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Yeah. Yeah. Zie je, ik maak vrienden in Duitsland. Dat komt omdat ik de taal zo goed beheers. Hast du eine fork for in das car for takeaway? Because this is metal. Ich don't think this is good. Well, mijn Duits is echt verbeterd, schat. Is dat zo? Ja, daarom maak ik zo goed contact met haar. Ze begreep precies wat ik bedoel. Oh. Kijk, ik heb een geluidsflesje gehad. Lekker. Yes. Waar verheug je het meest naar? Gewoon Insel. Gewoon de omgeving. De omgeving. Oké, okay, ja. We gaan dus naar Insel. En wat... En schaatsen. En schaatsen ook. Dus Insel en schaatsen. Dat is de gouden combinatie. Ja. Nice. Ik heb ook super veel zin in schaatsen. Ik hoop dat het lukt met jouw blaren. Ja, dat hoop ik ook. Maar ik denk... We gaan het gewoon proberen. Het gaat een struggle worden om in je schaats te komen. Maar als je er eenmaal in zit... Dan is het gewoon gaan. Precies. Dan is het gewoon... Dan is het zo leuk dat je gewoon vergeet dat je die blaren had. Nou, voor de mensen die de vlogs van de afgelopen dagen hebben gezien, die schaatsprongen die Myron deed tijdens het sporten, die gaat ze dus nu in het echt doen op thuis. Let's go! Come on, schat! Ja, ga springen op het ijs. Ja, toch? Nee, dat was meer voor als ze sprongtraining gingen doen. Dat ik niet voor het eerst weer sinds 2 jaar in 1 keer schaatsprongen moet gaan doen. Dat gaat bij jou wel gebeuren. Hoe lang is het geleden dat je meedeed aan het schaatsprogramma? Ja, dat is wel lang geleden, ja. Maar ja, dan nu krijg ik mijn schaatscoach weer terug. Dat is wel leuk. Nou goed, we moeten nog 10 minuten. Ja. Wat gaat er door je heen? Spanning en sensatie. Dat is mooi. We gaan als eerste ons verblijf checken. Zo, kijk dan. Je ziet alle auto's al staan. Op een rijtje. Leuk hoor. Ja, dit is het hotel, dames en heren. Hier gaan we verblijven. Over schaatsers gesproken. Welke schaatsers ken jij, Jelme? Noem er 3 op. In 5, 4, 3, 2, nu. Miron, Jutta en ik. Ben je ook schaatsen? Ja, als ik mijn oren aan heb, dan moet ze. Kijk, dit zijn alle auto's van Team Jumbo Visma. Het zijn er veel. Daar staat er ook nog één. Haha, mooi plekje. Mooi, lekker schat. Nou, gaan we eerst maar even heen lopen, denk ik, hè? Even hallo zeggen. We gaan eerst even voorstellen, even hallo. Ik heb er knijters veel zin in. En ik heb ook echt zin om de kamer te zien. En zin om weer te slapen. Nee, je hebt echt veel geslapen, man. Ja, klopt. Goedemiddag in het mooie Insel. Hoi. Hi. Hey, Enzo. Goeie reis, schat. Hoi. Enzo. Arjen. Hoi, goeiedag. Arjen. Zo, daar zijn we. Ja, was druk of niet? Ja, was best wel druk op de weg, ja. Ja. Maar we hebben het gered. Dat is gered. Dus hier zit jullie kamp. Ja, hier gebeurt het allemaal. Nice. Goedemorgen. Goedemiddag bedoel ik. Enzo. Ja, ik heb jou eerder gezien. Toen bij in Amsterdam. Hoi. Oh, wat slecht van mij. Sorry. Ja. Minpunt nu al. Sorry. Toen je nog tegen de shorttrekker moest schaatsen. Ja. Ah, ja. Mijn schaatscarrière, ja. Van korte duur. Nieuw levensblad. Ja, precies. Ik zie nog iemand zitten. Hi, Enzo. Hi, Reina. Hi. Nou, schat. Voel je al thuis? Ja. Ja. Lekker hoor. Het zwembad is helemaal afgebroken. Ja. En je bent al meer dan een jaar aan het opbouwen. Echt?
Ja. Oh, kijk, ik zie een topper. Hoi. Hi, Enzo. Marijn. Goeiedag. Hoi, Marijn. Hoi, Marijn. Hoi. Schatje. Hey, schatje. Hoe voel je? Ja, ik vind het heel leuk. Ook omdat er alweer een paar mensen zijn die ik gewoon nog ken van vroeger. Ik zit zo een paar schaatsers een hand te geven, maar zo'n knuffel. Hé, hey, hallo. Ja, maar... Jij kent sommige al. Ja, maar wel lang geleden, want ik heb met niemand meer contact of zo. Ik zat gewoon bij hun in de ploeg. Maar het is ook heel gek om dan iemand een hand te geven terwijl je al iemand kent. Maar de schaatswereldje is best wel klein eigenlijk. Ja, van wie elkaar kent en zo. Ja, sowieso. Maar bizar hoor, ze hebben 44 of 45 schaatsers. Ja, maar nu... Of nee. 44, 45 mensen in totaal. Ja, met staf en alles erbij. Dat was het, ja. Er waren er volgens mij 26 schaatsers nu hier. Dat is echt niet normaal. En elke schaatser die bij de A-ploeg zit, dus zeg maar topniveau, die heeft gewoon een eigen auto. Ja, ook wel echt mooie auto's, vind ik. Oké, nou, gaan we inchecken. Jeetje, Mina, wat een spullen hebben wij mee. Zo, daar gaat-ie. Wow, check eens even. Heerlijk. Tweepersoonsbed. Wat een luxe. Wat wil je nog meer? Helemaal niks. Nee, schaatsen. Kijk eens even, deze eraf. Hoppakee. Nou, dan zie je de auto's al wel staan. Zo, Team Jumbo neemt over hier in Insel. Nou, lekker balkonnetje, prachtig uitzicht. We zijn in Insel. Heerlijk. Oké, we hebben niet heel erg veel tijd, want de schaatsers die gaan nu allemaal naar de schaatsbaan om krachttraining te doen. Belangrijk onderdeel. Ja, dat willen we natuurlijk wel even zien. Misschien even ze zelfs even meedoen. Niet dat ik mee kan doen op hun niveau natuurlijk, maar dat is logisch. Maar we kunnen wel een beetje het een en ander ervaren de komende dagen. Van wat ze een beetje meemaken qua training, hoe lang, hoeveel. Noem alles maar op. Ja, we hebben twee dozen gekregen. Deze is voor Myron en deze is voor mij. We gaan even kijken wat erin zit. Ik ben wel benieuwd. Nou, wat is dit nou dan? Dat doen wij helemaal niet. Dat doen we toch niet, hè, topsporters? Hoppa, wat hebben we hier? Wow! Wat? Let's go! Check dan! Wow, helemaal... Oh. Kijk wel bij jou. Oh, hier, kom, laat me helpen. Sorry. Wow, wat hebben we hier allemaal? Dit is allemaal ook voor het fietsen, of niet? Of is het schaatsen allemaal? Ja, en een kort broekje zie ik hier. Wow, yo. Een shirtje. Zo, dit is voor het fietsen volgens mij. We moeten aan dat topsportlichaam nog even werken, mensen. Maar we gaan hem wel even aanpassen natuurlijk. Als je zegt, we gaan 3 uur fietsen, dan heb ik er geen zin in. Maar met dit outfitje, dan gaan we wel, hoor. Dan lijkt het je wel wat. Wow, nu lijkt het net alsof ik een zieke sponsor heb. Hema, Campina, boom! Hij zit wel heel strak, moet ik zeggen. Hoezo? Hier, deze moet je aandoen, dit shirtje. Ik ga gewoon doen alsof ik een van hun ben. Hier. Wow, ja, dan ben ik gewoon een van hun. En dit is dat broekje die ja, erbij Ja, die doe ik hoor. Ook aan. Dat was mooi geweest, hè? Kijk, hoppakee. Oké, let's go. Laten we gaan. Wat een leuke box, dankjewel. Echt heel erg blij mee. Allemaal mooie spulletjes. Ik ga het voor nu weer even erin doen, anders raak ik het kwijt. Maar hier ben ik heel erg blij mee. Echt heel erg blij. Wow, schatje, let's go. Hij is wel kort, hè? Mijn bil komt er bijna onder de vraag. Ja, maar dat hoort een beetje bij het schaatsen. Dikke billen. Oh ja, dat is waar. Maar ik kan ook KP Active broekje aan, dan zou ik gewoon dit doen. Ja, wat jij, ik vind dit wel vet, hoor, zo. Het is gewoon in tenue. Kijk, mijn bicep is gewoon te groot voor dit shirt. Ongelooflijk. Het zit gewoon strak. Niet normaal. Nou, oké, laten we naar krachttraining gaan. We gaan. Ik zei, moeten wij meedoen? Zei die, mag je zelf weten. Yes! Let's go! Tuurlijk doen we mee. Ja? Kom op, schat. Nee, maar schat, het is wel begin van de week. Hè? Je moet nu niet helemaal je kruid, hoe zeg je dat? Jawel. En anders dan haal ik zo'n nieuwe sportbox. Boom! We moeten wel stiekem doen, denk ik. Dames en heren, hoe zie ik eruit? Als een topsporter of wat? Misschien los van het Supreme tasje. Maar ja, dat moet eventjes. Dit tasje moet ik gewoon even meenemen. Omdat dit korte broekje. En daarom heeft KP Active dat wel. Ja, dit korte broekje heeft geen zakken. Maar ook geen ritsen. En KP Active korte broekjes, die heeft wel ritsen. Dus daar kunnen we natuurlijk altijd mijn telefoon en je batterijtjes en je pasjes in doen. Maar daarom neem ik deze tas mee. En hier past mijn vlogcamera ook in. Dus dat is ideaal. Dus ja, ik ben ready to go. Ik heb zoveel zin in. Oh, ik moet hem wel inhouden hoor. Want als ik nu helemaal gek ga inderdaad, precies wat Marius zegt. Want mijn niveau, qua mijn kracht, hoofd, enthousiasme, hyper is echt door het dak heen. En het dak is niet hier al hè. Dat zit nog 2 verdiepingen naar boven. Dus ik ben zo hyped. Rustig. Ja, je lijkt wel echt een schaatser zo. Ja. Dankjewel, schat. Yes, let's go. Yes. Ik krijg helemaal flashbacks nu. Dit is toch heerlijk? Ja, ik ga nog even een hoop staart in doen. Dan is het Old Myron back. Yes. Nice, Old Myron back. Ja. Voor de mensen die nu kijken, die misschien denken van wie is deze meneer? Wat doet hij precies in het team? Hoe heet je? Wat is je functie? Wat, wie, ja, hoe? Ja, ik ben Arjen de Ruiter.
En ik ben teammanager van de schaatsploeg. En dat houdt in heel erg veel dingen regelen? Ja, dingen regelen. Bezig met hotels, kleding, sportvoeding, al dat soort dingen. Dus, deze kleding? Jullie kleding, onder andere, ja. Boom! Klopt, helemaal. Ik voel me zo topfit meteen. Nou, helemaal goed. Oké. Okay. Dan gaan we er tegenaan. Nou, we gaan dus nu naar de schaatsbaan. Daar heb je een krachthok. Dus daar zijn... Maar ik denk dat we buiten staan, omdat het mooi weer is. Oké. Okay. Ja, denk ik. Maar dan moeten we even gaan kijken. En dan heb je verschillende soorten schaatsers. Je hebt sprinters, je hebt allrounders, je hebt lange afstand. En die doen allemaal verschillende soorten krachttraining. Want de ene die doet zwaar gewicht en dan kort. En de ander doet langdurig. Verschillende herhalingen en uiteraard de zwaarte van de training. De sprinters zijn nu aan trainen als het goed is. En de allrounders komen erachteraan. Oké. Okay. En hoe ziet team Jumbo-Visma er nu uit qua krachtige schaatsers? Vertrouwen in? Ja, zeker vertrouwen in. Ja, ja. Nee, het gaat goed. De trainingen gaan goed. En iedereen ligt wel redelijk op schema. Jort is natuurlijk geblesseerd, helaas. Wat heeft hij? Die is er niet bij. Die is met skileren gevallen. En die heeft zijn schouder gebroken. Meen je? Ja. In Nederland met skileren? Nee, 2 weken terug in trainingskamp. Dus hij is van de weg afgeraakt en de berm ingevlogen. En daar ging het mis. Die is er nu dus niet bij. En die mist dus nu het enige ijs wat we hebben in de zomer. Dat mist hij nu precies. Maar des te mooier als hij daarna een gruwelijke prestatie neerzet. Ja. Ja, dan kan hij gewoon zeggen, ik heb de zomerijs niet nodig. Nee, gaat ook zonder zomerijs. Ja. Oké, wat is echt een legendarisch moment? Dat is de laatste vraag hoor, zijn we er ook bijna. Maar wat is een legendarisch moment wat je zelf hebt meegemaakt binnen de schaatswereld, waar je vrolijk van wordt, dat je denkt van ja, maar dit is gewoon prachtig. Dat mag van alles zijn hoor. Dat mag de omgang met de schaatsers zijn. Ja, zijn misschien twee dingen. Legendarisch is misschien een groot woord, maar ik ben heen en weer gevlogen naar Calgary om daar een paar fietsen en tassen te gaan brengen. Omdat het Nederlands team te weinig punten leek te halen om met 9 man te mogen starten op de Olympische Spelen. Toen moesten mensen van Salt Lake City naar Calgary. Ja. Alleen die hadden geen spullen. Dus die heb ik toen gebracht. Serieus? De dag daarna ben ik weer teruggevlogen. Oh. Echt? Ja, mijn collega's uit Colalbo gekomen naar München om daar de spullen te brengen. En van het München ben ik naar Amsterdam gevlogen. Van Amsterdam heen en weer naar Calgary en weer terug. What? Er zit wel veel effort in. Ja, maar ja, je moet wat. Ik weet teammanager of niet. Nee, ze staan buiten en ze staan daar. Ja, dan kun je daar neerzetten. Wow, dus we gaan het shirt uitdoen. Ja. Ik zie allemaal in blote body. Je hebt net een shirt aan. Ja, wat? Ik zie allemaal in blote body trainen. Ik ben ook echt benieuwd wat we vanavond gaan eten. Maar we zien het allemaal wel. Maar super, dankjewel. Moet ik nu met deze? Probeer het maar. Ik wil wel proberen hoor. Ja, kom op. Ik kan wel. Maar wat zit hierop? Wat deze dan? Kom maar hier, 70 is op die? Oké. Okay. Even shirtje uit. Ik zou voor de back squat gaan als ik jou was. Shirtje uit, brilletje op. Jezus, wat een kanon. Let's go. Ja, kan ik. Nu gaat ie. Nee, ga je front squat doen? Ik zou back squat deze? Doen. Die heb je toch nog nooit gedaan? Nee, maar dat kan wel proberen toch? Zo! Elleboog naar voren. Zo, meer op de schouder. Deze weer op de schouder. Zo? Ja. En dan nu naar beneden. Ja. En niet vallen. Elleboog. Hoppa. Top. Mooi hoor. Nou, hoe vaak? Nou, 3 keer. 3 keer. Goed zo. Let's go. Goed hoor. Oh, oh, oh. Ja. Ja, dit zijn van die dit doe ik eigenlijk nooit. Nee, squatten doe jij sowieso nooit. Nee, squatten doe ik eigenlijk sowieso nooit. Maar ja, moet je kijken, er gaan nu al aan beide kanten 20 kilo schijven op. Ja. Dus ja, dit is niks voor mij natuurlijk, maar wel super dik om te zien hoor. Nice. Echt nice. Wel even je rug recht eerst en goed inademen. Zo. Nee. Prima toch? En je mag hem ook laten vallen, hè? Ja, is dat zo? Oh ja, deze is wel mooi. Ja. Ja hoor. Ja. Keurig hoor, keurig. Hoppakee. Hey, was er weer. Oké, we zijn dus nu een beetje aan het kijken hoe er hier kracht wordt getraind door iedereen. En het ziet er wel heel erg sick uit. Vooral indrukwekkend natuurlijk, wat voor gewichten erop worden gedaan. Ik bedoel, ik weet geen eens hoe al die oefeningen heten. Maar er wordt hier heel even een setje afgemaakt. En na dit setje word ik zelf even uitgedaagd om, hoe heet dat ook weer te doen? Voorslaan. Voorslaan. Doe je dan ook even mee? Ja. Doen we even samen, ja? Dat is goed. Goeie. Ja, wat je doet, je gaat gewoon, deze keer pak je wel, echt zo van. Ja, voorspanning. Oh ja, nee.
helemaal zo. En dan eerst omhoog. Ja, en dan nu. En dan had je hem dus versneld. Ja. Ja. Maar, en dan spring je eronder. Zo. Ja. 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 Je was sneller. Heel ver naar voren. Als je hier pakt, zo. Ja. Nee, zo. Ja, gewoon even, eerst even dit doen. Ja. Ja. Dan zo omhoog. Ja. Je moet dit moment hebben. Dan. En dan je ellebogen. Deze moet hoger. Ja. Ah. Dus van hier. Ja, goeie. Ja, nu heb ik achtergrond. Ja, het is een moeilijke oefening hoor. Het is echt moeilijk. Je vindt het al goed wat je nu doet. Het ziet er zo makkelijk uit. Ja, dat ziet er zo clean uit. Jij kan hem sowieso. Ja, maar ook niet zo clean als zij. Ze doen het elke week. Ja, maar je kan wel even proberen. Zo. Ja, deze. Dat ziet er smooth uit, ja. Oké, nou, dankjewel hè. Lekker schat. Nou, dit is gewoon clean hoe die moet dus. Sick hoor. Ja, staatservaring komt er boven. Het komt weer helemaal terug bij Myron. Nou, dat kan zwaarder schat. Dan gaan we het even verhogen. Ja, dan gaan we verhogen natuurlijk. Een schijfje bij die, hè? Lekker schat. Maar ja, dat hebben we wel veel gedaan natuurlijk. Je zit in je element hè? Ik ben gewoon lekker aan het genieten zo. Oké, dan maak maar eens een sprong omhoog zo. Ja, voel je nu dat het halter gaat? Ja. Als je dat doet, doe eens een paar keer, dan voel je dat. Dan voel je waar die vandaan komt uit je benen. Oké, sprongkracht, doortrekken en stoppen. Ja. Maar de eindpositie is dit, lekker ontspannen. Ja. En dan draag je op het lichaam en niet in je handen. Je handen die moeten ontspannen. Ja? Okay. Als dit hoog is, blijf je liggen, anders valt je weg. That's it. Sprong maken en hoog elleboog. Beter. Mooi. Oh, iets beter? Ja. Nou, goed genoeg voor die 50. Zo. Oké, okay, 70 kunnen we doen, hè? Nou, meteen 50. Oeh, lekker. Dat hem? Zeker, hoor. En dan kan ik hem laten vallen, toch? Of niet? Ja. Ja. Je bent voorzichtig met hem op je schouder gegooid. Gewoon pas. Gewoon eronder springen. Elleboog omhoog. Ja, dat is je even. Dit zijn precies. Yes. Beter wel hoor, ja. Hij kan zwaarder, hè? Hij kan zwaarder. Eerst maar weer deze nog even. Ik ben benieuwd wat u van deze vindt dan. Wel een oefening die daar vandaan komt. Hoe je dat maakt niet uit. Oh, leuk. 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 Ja. Lekker langzaam ook. We kunnen goed zien wat er gebeurt. Hij stond in zijn steek, hè? Hij is gesteken. Langzaam. Gaat te langzaam. Moet ik even registreren. Ja, netjes hoor. Damn. Let's go, schat. Let's go! Ze houden ze nu van hun training af. Ze gaan nu door. Ja, ze gaan door. Dat snap ik. Snap ik. Ik ben benieuwd waarmee ze doorgaan. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn even over training aan het praten. Belangrijke zaken aan het spreken. Ik zag jullie een beetje chillen. Je armpje een beetje zo hier omhoog. Ik zit even kijken hoe het hier buiten is. Oké. Concurrentie kijken. Concurrentie? In het eigen team. Hey, kan jij misschien heel even aan mijn kijkers vertellen wie je bent, wat voor afstand, wat je specialiteit is? Ja, ik ben Diamond Top en ik rijd 500 meter. 500 meter specialiteit sprinten. Snel mogelijk door de bocht. En we hebben elkaar eerder gezien. Ja, dat is mooi, hè? Ja, dat was echt lachen. Toen ik 4 jaar geleden meedeed aan het programma, toen tof voor elkaar. Dus ik ben blij dat je me niet bent vergeten. Nee, zeker niet. Zeker niet. Top. En de man naast je. Hoi. Voel je je ook comfortabel hierbij? Of? Ja, super comfortabel op de camera. Wat is je naam en wat is jouw specialiteit? Ik ben Tijmen Snel. En ik doe vooral 1500. Je heet Tijmen Snel? Ja. Let's go. De naam is, zit mee. Ja. Oké, okay, cool. Ja, ook heel even natuurlijk. Hè. Dat snap ik. Ja, ja. Maar middellange afstanden, dat zijn mijn ding. Duidelijk, thanks. Dit is zijn glas. Lekker. Opa, ben je opgeruimd? Dat is wel waar, ik kan gewoon houden. Let's go hoor. Damn. Nou. Hij geeft hem over, succes. Oh.
Dat vond hij leuk. Maar je moet eigenlijk een beetje oppassen dat je als je landt moet gelijk je benen achter. Kijk, dan laat je hem. Je gelijk naar achter en dan spring je hem erin. Dat zie je bij halfbeen. Dus als je landt moet je gelijk naar achter en dan trek je hem erin. Op de kans van 1 tot 10, hoe groot schat je de kans dat dit voor de eerste keer goed gaat bij mij? Dat ik weer er terug op kom? 7. Een 7? Ja. Oké, dat vind ik nog best wel mooi vertrouwen. Schaatsen, hè? Ja, oké. Nou, als je het daarop baseert, dan ik ben benieuwd. Oké, dames en heren, het is bijna tijd dat ik eventjes een paar sprongetjes ga maken. En ja, omdat het allemaal professionele schaatsers zijn, ziet het er zo super makkelijk uit. Ja, het ziet er zo clean uit. Het is niet normaal, het gaat zo smooth allemaal. Maar ja. Let op als ik ga, ja. Let op. Oh, je doet je bril er ook bij op? Let op. Oké. Ga even in de rij staan en dan ja, doe maar. Gaan we hypen en dan gaan we springen. Oké, wat is... Ik begin hier. Beneden beginnen, je springt er daar op, je landt en je springt er weer af en je laat het met dit been. Ja, ik spring er zo op en dan land ik zo. Ja, en dan haal je hem bij en dan spring je hier er weer af. Ja, zo. Land je, ga je naar achter en dan trek je je knie erin en dan spring je er weer af. Zo, dat is hem. Landen, juist. Ja, netjes. Ja, heel goed. Maar wel makkelijk hoek met... Ja, dat deed je Matthijs ook. Ja, ga je voor 10? Ja, ik doe mee in het rest. Oh, oké. Is goed mee. Zwaar! Zwaar! Ja, nou door man. Zwaar! Hoeveel heb je? Ik weet het niet. Nee, je hebt al lang 10, denk ik. Ja, dat is deze toch? Ja, 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 nu. Meteen door. Oh. Oh, of zo? Ja, hoor. Heel goed. Gebruik steek. Is dit nu links? Hup. Alvast. Ja. Kom op. Ja. Oké, dit was de laatste. Kom op. Yes. Nou, dit nog één keer. Lekker man. Viel niet tegen. Viel niet tegen? Oh, als je dat van de trainer hoort, dan is hij trots. En weet je wat het is? Je zit natuurlijk nu gewoon gemixt met de topsporters. En wat ik al zei, het ziet er allemaal super makkelijk uit. Omdat het gewoon voor hun standaard koek is. Ze doen dit elke keer opnieuw. Dan zit zo'n Benny als ik er in één keer tussen. Het ziet er niet uit natuurlijk. Maar ik doe mijn best. En morgen gaan we als het goed is niet schaatsen. Overmorgen wel, en daar heb ik knijters veel zin in. Er zit hiernaast een super mooie schaatsbaan. Dus maar ja, ik ga even op adem komen. Ja, let's go. Kom on. Jullie roepen even wat ik beter kan doen, hè? Ik geef wat tips. Ja, doe maar. Oh, nou moet je laten. Ja, support er even. Springen. Oké, okay, let's go. Dit is nog beter dan je dit is echt goed hoor. Oh, 10, 8. En nu de andere. Heb jij deze sprong al gedaan? Nee, ik moest zo nog even doen. Maar jongens, is ook goed aan het opletten, zie ik. Ja, zeker weten. Take notes. Ja, maar zij supporten mij. Ik moet zeggen, Myron ook. Maar ja, vrouw het support is niet normaal, vrouw, hè? Inderdaad. Dus, Oké, okay, let's go, Myron. Ja, het is echt top hoor. Ik heb echt bijna geen aanwijzing nodig. Nice! Oh. Lekker. Oh ja, ik voel het nu al. Die ga je wel voelen, yep. Lekker schatje, heerlijk. Heel goed, niet normaal. Echt nice. Oké, zoals jullie hebben gemerkt, ik ga af en toe ga ik steeds meer mensen voorstellen. Ik ben hier nu samen met Jutta. Hallo. En jij zit ook bij deze hele grote groep van schaatsers waar je aan het trainen bent. Zeker. Heb je er zin in? Natuurlijk, altijd. Ja, serieus? Lekker trainen hou ik van. Tuurlijk. Oké, is helemaal kapot gaan. Ja, dat is het allerlekste wat er is. Als ik mag, want heel hard ik ook maar rustig gaan. En dan denk ik, ja, moet ik door. Ja, de trainer denkt soms rustig skiën, maar jij wil gewoon... Precies, ik hou van hard trainen, echt serieus. Nice. Kleier maak je me niet, dus... En heb jij deze sprong al gedaan? Moet je die straks doen? Nee, nu doen. Nou, gaan we even kijken bij Jutta hoe ze dat doet. Oh, ik voel de pressure. Let's go! Dat is één been. Nu de ander. Wow.
Oei, oei, oei. Ik voel het al zo erg aan mijn billen ook. Mijn hamstrings en mijn billen, echt niet normaal. Niet normaal. Damn. Let's go. Nice. Sick is, jij bent bijna even lang als Jutta, maar als jullie naast elkaar zouden zitten, zou zij zoveel dieper zitten. Klopt. Ze doet echt de bovenlichaam helemaal zo op de knieën, ze zit zo diep. Dat is echt bizar hoor. Ze gaan allemaal maar door joh. Blijf maar doorgaan. Best wel wat gedaan. Ja, best wel wat gedaan, zeker waar. Meestal doen we twee setjes. Ja. De eerste is het gewicht. Pak hem zo beet en dan doe je even 20 keer omhoog. Door. 20 keer zij, bij de kanten. En dan praat je verder. Ja, dat vind ik zo mooi, hè. Is dat, is, ja, wat ik al zei, het is een beetje standaard koek geworden voor deze gasten. Dus eerst doen we 20 keer zo, dan doen we 20 keer zo en dan praten we wel weer verder. Nou, we moeten even kijken of ik überhaupt die 20 keer aan kan tikken. Oei, ik zweet me nu al helemaal kapot. Zo wat. Nou, joh. Zo, dames en heren. Oh, pardon. Oh. Sorry. Het komt alle kanten uit. Oi, oi, oi. Dit worden echt... Nou, als we op dit niveau doorgaan... en dan doe ik nog ineens alles mee... dan ben ik dood over een paar dagen. Holy shit. Ik moet ook goed blijven drinken. Wow. We komen in één keer in een kamer, de hele vloer is afgeplakt en ja, hier staan alle fietsen. En dit zijn apparaten om testjes te doen? Ja, dit zijn testfietsen. Van die wattagetesten en zo. Ja, als je zelf zin hebt, kun je ook zo'n test doen, is dat wel. Nou, nu niet meer. Nee, nu niet. Ja, het is wel interessant. Ik ben wel benieuwd wat daaruit komt. Ja, en dat kunnen we doen. Ja, dat is wel super interessant. Ja, kunnen we overleggen wanneer we het inplannen. Oké, en alles gaat dus weten hoe ze eigen band moeten plakken en zo? Of heb je speciale mensen die dat doen? Nee, je moet ze zelf doen. Ja? Ja, de wielrenners hebben mechaniekers en die onderhouden wel onze fietsen. Okay. Maar de kleinere dingen moeten ze zelf doen, ja. Ze hebben ze ook wel wat kennis van nodig. Ja. Nou, top, de fietsenstalling dus. Ja, zo kan je het wel noemen. Testruimte. En de? Testruimte. Testruimte. Wat wordt er getest? Ja, die puur die wattage. En ook of mensen goed hersteld zijn. Okay. Dus dan is het 's ochtends is het fietsen en dan wordt hartslag bekeken. En als het dan op een gegeven moment te ver oploopt, maar die trainers kunnen daar alles over vertellen, dan als het te hoog wordt, dan is het ook rust. Ja, het is niet even trainen en schaatsen. Nee, er wordt heel veel getest. Ja, zeker. Duidelijk. Reserveert voor het team Jumbo. Ja, je Duits wordt echt beter. Nice, dit is het hoekje hier zo. Ja, dat is onze plek. Of dit gewoon helemaal? Ja, helemaal. Oké, nice. Nou, dit is buffet zo meteen en dan... Zo, de eten is speciaal ook voor jullie hier zo... Ja, we hebben bijgekocht. Oh, meen je? Ja. Uit Nederland of gewoon van hier? Nee, uit Nederland. Wil je een actie zien? Ja. Ja, gaan we nu naar de koks? Ja, is goed. Ja, gaan we naar de koks. Wat? Jullie eigen koks mee uit Nederland? Eigen pindakaas, eigen hagelslag. Nee joh. Ja. Hou op. Wat? Nou, laat de pindakaas maar zien. Nou, daar zijn we. Achter de schermen. Meer achter de schermen krijg je niet. Hi. Hi. Of jullie Nederlandse koks zijn? Nederlander. Ik ben Deutsch. Hi, Enzo. Hi, Sander. Jullie zijn de koks voor Team Jumbo-Visma. Yes. Zeker. Wat? Nou, ik kon namelijk niet geloven dat de speciale Nederlandse koks waren die het eten zorgden. Hi. Enzo. Ja, man. Nice, ben je nu aan het maken voor straks? Ja, zeker. Nice. Ja, we gaan zo meteen eigenlijk beginnen met alles wat we voorbereid voor warmstoof. Oké, en wat staat er vanavond op het menu? Of is dat heel breed? Dat is wel breed. Dat is vrij breed. Maar we kunnen het op zich wel uitleggen. Venkel, zeekral, rode ui met zeebaars. Zeebaars? Straks op te leggen. Oké. Dan hebben wij curry madras
dat is deze. Daar komen lekker groentes bij door. Zo, groentes. Zo, dit is, ja, het zijn veel mensen, dus... Die staan hier, die gaan erbij door. Goeie hoor. En daar komt er spiesvierige gegaarde kip bij. En als groentes hebben wij mini paksoi met groene asperges en gele courgette. En daarnaast nog kuurapel. En dan zijn wij er volgens mij. Dat is zeker niet waar. We hebben vanavond ook vers gedraaid ijs. Speciaal voor de ijsketers. Jazeker. Maar hoe bedoel je vers? Gewoon aardbeienijs of zo? We hebben verse kersen, zijn we begonnen als basis. Oké, maar dat is dan een soort van gezonde ijs of zo? Ja, op yoghurtbasis. Dus op yoghurtbasis. Voor de lactosevrije. Oké. Op yoghurtbasis ijs gezeten. Nice. Nou, klinkt goed. Dus. Ik ga straks lekker mee eten. Dankjewel. Thanks dat ik even mocht kijken. Yes. Dankjewel hoor. Steeds smakelijk. Ja, dankjewel. Komt goed. Nou, nice. Eigen kok zoals je ziet. Nou, aardige gasten. Ja, genoeg keuze. Zeebaars, groenten, currysoep, zelfgemaakt ijs. Oeh. Ja, yoghurtbasis, ook lactosevrij. Lekker hoor, ben benieuwd. Goeie shit. Het weer is een beetje omgeslagen, dames en heren. We hebben lekker wat regen. Het is eigenlijk wel fijn. Ik had het heel erg warm. Dus we hebben even lekker fris windje. We zetten ook alles even lekker open. Kan het doorwaaien. Maar dit is dus ons verblijf voor de komende 3 dagen. En ik heb super veel zin in. Echt super leuk. Schaatsers zijn ook echt allemaal super aardig. Dus ik kan me ook voorstellen dat als je... Ja, je bent natuurlijk serieus op trainingskamp. Je doet topsport. Het is je werk. Dan ja... Zat ik natuurlijk nog wel eens even na te denken van ja, hebben ze er wel zin in dat in één keer zo'n vlogger langskomt en in één keer voor allerlei dingen gaat filmen en zo. Maar wordt superleuk ontvangen, dus hartstikke aardig. Sfeer zit goed in. Het is nu op dit moment 6:15. Om 6:30 gaat iedereen eten. Dus we gaan ons even omkleden. Hoe het zit qua kleding, dat hebben we ook even gevraagd. Bij het avondeten kan je gewoon aandoen wat je zelf wil. En in de avond ook. Maar voor de rest van de dag is alles Team Jumbo-Visma. Dus dat is een beetje hoe het zit. Daar komen nog een paar sporters aangelopen. Maar het stikt hier in ieder geval van het geel. Lekker hoor, schat. Hoe vond je het? Lekker. Vond je het leuk? Ja. Oh, het is lekker buiten. Ja, het is heerlijk fris, hè? Ik ben fijn om hier even te staan, eigenlijk. Ik moet even wat drinken, want ik heb echt te weinig gedronken. Ik heb ook een beetje hoofdpijn. Ik had een... Joh, kijk. Wat heb je meegenomen? Ja, lekker. Lekker, joh. Waar heb je het meest zin in? Schaatsen gewoon, hè? Nu gewoon lekker schaatsen. Zo, dames en heren. Dit is mijn studiootje de komende dagen. Ik heb hier alles liggen. Ik heb altijd zo'n mooi tasje bij me met de GoPro's en batterijen. En weet ik wat allemaal. Het hele oplaadstation. Super nice. We gaan eten. Nou, dames en heren. Zoals jullie nu zien. Alle schaatsers en het hele team. Het zijn niet alleen de schaatsers namelijk. Je hebt ook fysio. En je hebt heel veel stafmensen bij Team Jumbo-Visma. We zitten allemaal hier achter nu lekker te eten. En hier kan je dus gewoon een bordje pakken en dan kan je gewoon opscheppen wat je wil. Ik heb net al eventjes wat opgeschept. Ik heb eigenlijk de fout gemaakt door dit op te scheppen, want ik wist niet dat het vis was en ik ben niet zo gek van vis. Maar, wat wel heel erg lekker was, waren deze aardappeltjes. Ik heb geen idee wat dit is, maar joh, dit is allemaal topsport eten. Dus het is allemaal super gezond, lijkt me. Dus we gaan gewoon nog even wat lekkere dingetjes opscheppen hier zo. Deze scheppen we nog even op. Dat is een ziek idee. Kijk, we moeten goed eten. Oh, wat hebben we hier? Is dit nou iets met vlees of zo? Zo, doe daar ook maar een stukje van. Heerlijk hoor. Nou, hier hebben we dan weer een beetje vis. Ik weet niet wat we hier hebben verder. Zo, ook veel te gezond. En dan hebben we hier dus, waarvan ik dacht dat het heel lekker was, maar dat was ook vis. Ik ben niet zo'n visliefhebber. Maar goed, voeding is super belangrijk. Maar dat weten jullie denk ik wel bij topsport. Dus ja, dan eten we natuurlijk ook gewoon mee met de topsporters. Eet smakelijk. We gaan nog even een lekker ijsje halen hoor, dames en heren. Heb je een lekker ijsje? Ja, lekker fruit en zelfgemaakt ijs. Oh. Hele goeie. Kijk, daar hebben we het verse ijs waar jullie het over hadden. Zeker. We beginnen met fruit. Ja. En dan gaat mijn collega verder. Lekker hoor. Dit is verse kersen. Daar zijn we mee begonnen als basis. En daar hebben we yoghurtijs van gemaakt. Top. Volle yoghurt. Dankjewel. Niet ervan. Lekker smikkel hoor. Ongelooflijk. Ja, jullie willen goochel drinken. Dit is wel, dit is echt zo'n kokelkaart is dat. Ja. Ik heb een beginnersdoosje gekocht. En ik ben sinds kort begonnen. Ik dacht, mocht vloggen niks meer zijn, dan ja. Dan ga je hier op over. Topsporter ga ik niet worden. Doe nu wel een poging, maar misschien goochel. Goed. In ieder geval, ik heb hier een pakje kaarten. Gewoon een pakje kaarten. Dus heel deck zit erin. Er zitten ook jokers in. Dat doen we ook gewoon mee. Maar het is gewoon een normaal deck. Het zijn wel speciale goochelkaarten, want het glijdt zo lekker, weet je wel, dat je het kan spreiden. Staat iemand te springen om een kaart te trekken? Ga je, doe maar. Ja, we hebben de lul. Kijk, ga je heel snel naar kaart?
Nee, je mag hem zelf bekijken samen met je ploeggenoten. Maar je als ik hem begrijp, mag ik het zeggen. Ja, als je hem begrijpt, mag je het zeggen. Ja. Je begrijpt... Nee, dat weet ik niet. Ja, oké. Okay. Dit is de kaart? Ja, kijk hem nog even goed. Ja? Ja? Goed gezien? Oké. Okay. Mag je hem zelf ergens terug stoppen? Je kijkt niet. Heb je hem erin? Ja? Ik hou hem oog dicht. Schud even een paar keer. Oké, en dan nu is het heel erg belangrijk dat wij wel eventjes een beetje oogcontact hebben. Want nu moet ik wel eventjes aan jou aflezen wat voor kaart je hebt. Oké, okay, ja. Dat hoort niet bij de show, zeg maar. Dat hoort bij de truc, zeker weten. Want jij, hou je van rood? Rood vind jij een mooie kleur? Dat is bijna over te proeven. Ja, sowieso rode kaart dus. Twijfelt veel te lang. Dan heb je al eerder antwoord gegeven. Ja, dus gaan we een beetje op zoek naar... Het is sowieso geen joker. Nee, het was te mooi geweest als hij ook meteen bovenop lag natuurlijk. Dus het is een rode kaart. Maar ja... Dat was een beetje... Ja, het is een rode kaart. Het is een rode kaart. Maar nu is de vraag, is het hard of is het ruiten? Oh, maar dat moet je helemaal niet zeggen. Nee, hoef je helemaal niet te zeggen. Nee. Ik kijk gewoon even hoe je reageert. Nee, je moet een beetje lachen. Volgens mij ben ik al langs geweest, denk ik. Nee, je bent nog niet langs geweest. Nee. Is het deze? Nee, dit is het. Nee, hè? Maar het is wel harten. Nee, dat is ook geen harten. Bruh. Oh. Hij is echt mislukt, man. Hij is echt mislukt. Heb je echt bij je mis? Ik dacht, dit hoort erbij. Ik kan dit ook helemaal niet. Hij was al een paar keer goed gegaan. Nee, was de ruiten? Was het helemaal geen rood? Nee. Oh, het was een klaver? Nee. Dit is de derde keer dat ik deze truc doe. Ik heb wel hoge verwachtingen eigenlijk. Sorry, ik doe hem even bij jou. Jij hebt makkelijk Oh, nee. Je moet echt lezen. Het is echt lezen. Ja, het is echt lezen. Nee, maar nu doe ik even serieus. Okay? Dat is gewoon even voor de gein natuurlijk. Okay. Pak maar even een kaart. Jij kijkt mee als ik er een pak. Ah, dat hoeft niet. Ja, heb je eentje? Kijk hem even goed. Ja? Ja. Oké, top. Dit is jouw kaart? Ja, mijn kaart. Je mag jezelf in. Zeker? Wat zei je? Moet jezelf in. Ja, tuurlijk. Zeker. Ja? Wil jij even voor mij schudden? Dat was ik vergeten. Jij moet eigenlijk zelf even schudden. Dat was de truc. Zelf schudden, maar niet echt een schudkoning. Maar. Nou, dat maakt niet uit. Koning, was dat een tip? Of? Werkt het echt zo? Als het zo werkt? Zo krijg je hij moest lachen, dus het is sowieso geen hoge kaart. Het zit onder de 7 sowieso, de kaart die je hebt. Onder de 7. Top, gaan we even kijken. Het is meteen een rode. Wat is dit? Dus ga op je mannen. Even kijken. Volgens mij gaf dat wel een hele goede tip. Ja, zeker. Ja, jullie lachen. Maar willen jullie dat ik er omheen draai of moet ik er meteen naartoe gaan? Nee, je moet er gewoon meteen naartoe gaan. Meteen naartoe gaan. Jullie houden niet van... jullie zijn van de korte afstanden. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Dat is hem, hè? Ja. Oh, dat is wel heel knap. Dat is hem, hè? Ja. Let's go dan. Maar hoe dan? Ik kan het wel. Wacht even. Ik heb het al voorspeld. De eerste keer was gewoon... Nee, hij gaf me meteen een hint en dat was die harde tijd. Nee, jij draait de stek om en je zegt... Oh, dat is rood. Dat is mooi. Trouwens, ik stel elke keer iemand voor, maar kan jij misschien even vertellen wie je bent en wat voor afstand? Het is fysio. Begeleider. Ik doe de beentjes van Duida. Nee, ik ben Chris Huizeka en mijn afstanden zijn 1505 kilometer. 1500 en? 5 kilometer. 5 kilometer. Ja. Zo, 5 kilometer, pittig. Middellang. Middellang, ja. Ja, pol. Pittig. Nou. Kies een kaart. Zo, dat is wel makkelijker, moet ik zeggen. Jongen, jij wordt er zelf zeker. Nee, gekheid. Ja? Ja? Dan moet ik hem ook weer schudden natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Dat was wel een mooi gesprek. Hey. Ja. Waarom lach je zo bij deze kaart? Ja, jij lacht met een reden. Het zal weer een sessie zijn dan ofzo. Nou, dan moeten we even achterkomen. Ja, met mij spelen. Nee, zeker weten. Maar ja, hij verraadt jou een beetje. Dat is hij wel. Dat is het idee. Heb je ooit een kaartspel gespeeld? Zoals pesten? Ik? Jazeker. Ja? Heb je een lievelingskaart of niet? Nee. Nee? Geen lievelingskaart? Voorkeur voor als ik zeg rood? Nee. Geen zwart? Ook niet. Ook niet. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Maar toch is zwart wel je voorkeur. Kaart. Zou kunnen. Oké. Okay. Even kijken. Oh, dat is wel een beetje lastig, hè? Je kijkt mij aan, maar wil je eens naar de kaart kijken? Oh, ja, dat moet.
Wil je eens naar de kaarten kijken? En dan kijk ik even naar jou. Oh. Volgens mij is dit hem. Ja, dat is hem wel, ja. Hey, best goed. Lekker. Ja, ja, gaat hier zo goed, toch? Ja, mooi, mooi. Ja, wat goed, wat goed. Mooi zo. Dat is echt sukkels, jongen. Ja? Ik was wel anders. Is wie doet hem terug in het deck? Jullie allebei eigen of allebei tegelijk? Hé, hey, die kaarten zijn wel anders. Ja, die doe ik zo. Dus dit is de kaart. Oké, ze denken dat ze hem door hebben. Ja, ik heb hem door. Deze staat een hartje. Ja. Hey jongens, kan ik jullie deck even lenen? Het staat er gewoon op. Je staat er voor harte boers. Ja, dat is kijk, hier zie je ook een hartje zitten. Wat boer staat hier? Kijk, en dan laat ik hem zo zien. Kijk, ik zie hier al koning. Ja, echt waar? Maar daarom, ik zag er net zo die kaart, zeg maar zo. Zo van, dit is jouw kaart, hè? Dit is jouw kaart. Ik moet nog overnemen. Wat vind je ervan? Ik vind het wel een mooie kleur, hoor. Ja, die heeft mijn schoonvader, die heeft een spuiterijcabine op zijn bedrijf. En mijn schoonmoeder, die heeft het schaatszakje gemaakt. Dat is lief, hè? Maar zijn ze ook scherp? Nou, mijn vriendin heeft ze proberen te slijpen, maar... Ze zijn wel aardig scherp. Scherp genoeg? Of denk je, dat kan, kan ik upgraden? Anders kan ik zeggen dat het aan ijzers ligt. Ik zou ze gewoon zo laten. Ze zijn goed genoeg om op te schaatsen. En als het echt heel slecht gaat, met je, dan kun je altijd zeggen dat het ijs ligt. Ja, ik zie wel stukjes nagel eraf vallen, inderdaad. Oké, dames en heren. Tussen al deze fietsen hebben we dus twee fietsen staan, Myron en ik. En die staan hier. Hier gaan wij dus lekker op fietsen. Eentje voor mij, eentje voor Myron. Het is echt zo goed geregeld allemaal. Het is echt ongelooflijk. Ze zitten nu nog even aan de lader, zoals je ziet. Dus dan kunnen we ook gaan schakelen. Ik heb zelf een mountainbike thuis. En die heeft ook zo'n klein laadblokje. Die moet je ook ergens opklikken en dan kan je ook schakelen. Het is echt een super systeem. Dus dat ziet er goed uit. Op zo'n fiets heb ik volgens mij nog nooit gefietst. Überhaupt. Dus dit wordt wel even een dingetje. Zijn dit ook klikdingen? Ja, hè? Zeker. Oeh, daar ben ik wel aan gewend. Daar ben ik heel blij mee. Dit zijn klikschoentjes wat we krijgen. En ja, die schoentjes liet ik dus net zien. En die klik je dus op dat pedaal. Dus dat moet goed komen. En dan hebben we hier, dames en heren, een bidon. Die kunnen we morgen natuurlijk even vullen met wat lekkers. Zo, er kunnen zelfs twee in één fiets. Kijk, plaatje compleet. Hoe dik is dit? Dat is een idee. Hoppakee. Heb je je fiets al gezien? Nee. Nou, kom maar mee. Ik denk dat hij lijkt op al die anderen, of niet? Nee, speciaal. Daar staan ze. Zo, mooi hoor. Tadaa. Dik toch? Ja, super dik. Ja, jij hebt wel vaak gefietst hierop, dus dat zal voor jou wel lekker voelen, maar... Ja, jij hebt dat nog nooit gedaan. Nee. Jij hebt hier nog nooit op een racefiets gefietst? Nee. Jullie wel. Een keer op die van mijn vader toch? Nee, 100% van niet. Nee, ik durf echt te zeggen dat ik nog nooit op zo'n racefiets heb gefietst. Nee. Dus dit wordt heel gek voor mij, denk ik. Dat wordt wel gek, maar dit is wel echt fijner dan een motorbike, hoor. Ja, ik ben benieuwd. Okay, ik hoop dat we niet te veel hoeven te klimmen. Ja, dat gaat wel gebeuren. Je weet waar je zit. Oké, tot zo. Daar ging ik al bijna. Als ik meedeed aan de wedstrijd was ik laatst geworden. Dan hoorde ik op mijn... Jeetje. Ja, het zit perfect. Ja. Oh. Toppie. Je ziet er goed uit. Jij ook. En dan heb je gewonnen. En dan zo. Ja. Dat is heel licht, hè? Ja, dat weet ik, maar... Stel je laat hem wel vallen. Ja. Fietsen. Let's go. Zo. Ja. En Echt snel wedstrijd pakken, want anders wordt het niks te verdijs. Meen je? Ja, dus kijk of het past. Hij moet heel strak zitten. Ja. Hij moet heel strak zitten. Je moet er helemaal krom in worden getrokken. Dat je eigenlijk maar met moeite recht op kan staan. Oh, wat vet. Ook gewoon hier. Wat, je eigen naam erop. Ja, dat is echt cool. Wow, dat is echt dik, hoor. Nou, echt vet. Wauw. Top. Heel tof. Ja, echt super tof. Dankjewel. Nou, ik zie jullie ook mee met Thijs natuurlijk. Ja, zeker weten. Gaat goed komen. Wauw, dit is echt, echt heel erg tof. Geen. Zo, ik kan niet wachten om hem aan te doen. Wil je hem nu aandoen, passen? Ik ga hem nu wel even passen, ja. Hier? Ja, tuurlijk. Ik ga hier gewoon even omkleden. Oké, is goed. Wauw, dit is wel echt heel dik, hoor. Ja, als je hem zo voor je houdt, dan denk je, dat gaat nooit passen. Maar waarschijnlijk wel. Kijk, ja, wat cool. Gewoon officieel pak.
Hoe vet is dat? Ik denk dat ik mijn pakje even aan ga doen en even aan iedereen ga laten zien. Even naar buiten lopen daarmee. Ja, naar buiten lopen. Hey, collega's! Zo, ze zorgen wel goed dat we erbij horen. Zo, niet normaal. Het is echt een verwennerij dit. Ja. Dit is gewoon oplage 1 op 1. Precies. Het is gewoon super... Er is er geen één met Knolpower logo, tenzij je volgend jaar de ploeg gaat sponsoren. Precies. Soms moet je zelfs geholpen worden om hem over je schouders te krijgen. Wat? Je hebt ook wel een beetje een te grote onderbroek aan hiervoor. Dat staat helemaal klem zitten. Nee, dat is goed. Je moet eigenlijk gewoon eerst even die benen zo omhoog. Ja. Oh, dus ja. Gewoon dit zo even helemaal in je lies trekken. Ja, je kan hem heel snel kapot maken. Ah, zo. Gaat bij mij morgen nog een strijd worden. En dan eerst je handen erin, je vingers zeg maar. En dan over je schouders. Deze even helemaal erin. Ja, en dan je duim hier zo doorheen. Hoezo zit mijn wijsvinger en mijn duim daar doorheen? Okay. Dan doe je die andere kant. Ja. Wat? Het gaat wel gek voelen, ja. Ik denk dat je wel even je reet even wat hoger moet optrekken. Anders krijg je hem niet over je schouders heen. Je moet er even het gaat wel lukken. Oh, ik ben al helemaal aan het zweten. En dan trek ik hem omhoog en dan doe jij dit zo. Oké. Okay. Oh. Ja? Ja. Boom, let's go. Nou, en nu is het dicht. Heb ik ook capuchon? Capuchon, ja. Ja, dat heet toch capuchon, of niet? Een capje of zo, denk ik. Ja. Oh. Heb je je bril ook hier? Hey! Je is helemaal tot boven en dan doe je hem zo naar beneden klikken. Wow. Let's go, let's go. Zien? Ja? Ga je mee, Jelmer? Kijk, ze wimpt er nou heen. Hier zo. Wow. Niet goed? Pas op je nagels. Oké, okay. Nice. Let's go. Boom! Let's go! Even kijken of er nog schaatsers buiten zitten, hoor. Boom! Hey, let's go! Kom op, man! Let's go! Lekker, man! Collega's! Hey, dit is goed, man. Collega's! Holy shit! Let's go! Knolpo, logo, eigen naam. Is wel mooi. Ja, ja. Let's go, dan! Kom op, mannen! Let's go! Let's go, hoor! Hij betaalt de nieuwe sponsor goed. Goed, hè? Kom op, dan! Mag niet meer een Albert Heijn, hè? Nee. Ongelooflijk! Oei. Kom hier makkelijk in? Ja. Met hulp van Marion wel, moet ik zeggen. Ja. Zo, maar het gaat wel lekker te zitten, toch? Nee. Even mee slapen. Maar als ik zo zit, dan voelt het wel comfortabeler dan staan. Want dat is ook de bedoeling van zo'n precies, ik moet in dit pak eigenlijk alleen maar zo. Dus als ik een beetje zo, dan... Heb je wel een goed brilletje ook al? Nou, dat ziet er eigenlijk helemaal niet verkeerd uit. Ik heb mensen dan slecht. Nice. Ja. Lekker man. Cool. Nou, we gaan het zien. Brilletje erbij. Ja, ik heb een brilletje ook. Dus ik heb mijn eigen schaatsen. Morgen aan de bak? Morgen ga ik even inschaatsen. En dan overmorgen dan als het goed is met jullie. Ja, kijk. Tempo's. Dus zeker. Ja. Jij doet eerst op kop. Dan gaan we even starten. Dan mogen jullie achter me aan. Een treintje. En, Mooi man. Hey, fijne avond. Yes. Kom op dan. Hoe dik is dit? Je moet zo in die schaats houden, alsof je gaat starten. Nee. Hoe start je ook weer? Je hebt je achterste schaats ook gewoon zo. En recht. Ja, en nu rennen. Ik zie je dan, die kan je wel. Let's go! Lekker pik. Collega! Staat je goed. Staat je goed. Pas maar op hoor, concurrentie. Hé, maar dat zit wel strak, hè? Ja, dat zit wel strak, ja. Maar heb je daar tips voor? Of, Nee, we hebben geen tips voor, dat is wennen. Gewenning. Ongelooflijk. Gewenning. Maar op de baan is het iets kouder, hè. Dus dan, Precies, dus dan valt er niet zoveel te zien. Kijk, mannen. Ja, Botse deur iets. Is goed, hè? Je bent goed, gewoon geboren, hè, van sport. Kijk, we gaan vaker samenwerken, dus dankjewel. Ongelooflijk. Ja, ik heb alles al geoefend. Oké. Dan moet ik leunen, hè, zo. Ik moet leunen en dan zelf vasthouden. Oh, moet die kant zo leunen? Ja. De bol gaat de andere kant op. Oh, gaat de andere kant op. Oh, zo. Ja, kijk. Leuk, hè? Ja, dat komt goed. Dankjewel. Nou, nice. Zoals jullie zien, wordt gewaardeerd, wordt goed ontvangen. En ik voel me er ook echt lekker in, hoor, serieus.
Ook moet ik zeggen, ik kom wel steeds minder bloed in mijn hoofd, maar die capuchon zit strak, joh. Zo, maar wat lekker. Maar ik zie ook altijd bij schaatsers, als ze dan keihard aan het schaatsen zijn, het eerste wat ze doen... Ja, toch? En zwaaien. En zwaaien, ja toch? Dat is de gimmick. Dat gaan we doen. Zo. Je hebt ook een mooie bandana gekregen vanmorgen. Dat is veel vetter. Ja. Die zit in die doos. Oké, maar dan gaan we jou zien in schaatspak, schat. Ja, ik moet hem ook even passen, hè? Maar dat doen we gewoon morgen. Ga je dat morgen doen? Ja. Oké. Morgen maar weer in schaatspak. Oh, is dit een vrouwenbril of maakt het maakt niet uit. Dit is een lichte lens. Dat is fijn. Ja, die is ook mooi. Dit is een lichte lens en heb je deze lenswissel. Ja, ja. Kun je hem zo ook maken? Kun je met deze lens fietsen? Wow, dat is dik. Geniaal toch? Wow, ik vind het echt sick hoor dat dit allemaal zo gefixt is. Ja, zo cool. Ja, dit pak. Dit is zo vet. Maar als je zo op de ijsbaan aankomt, dan gaan ze nooit vragen van... Wat doe jij hier? Nee, maar dat is toch sick? Als wij nu ooit in de toekomst ergens gaan schaatsen, ik ga gewoon met dit pak. Ja, recreatief schaatsen gewoon dit. Ja, dan sta je op schaatsen en denken mensen, wat doet hij? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik ga ervoor zorgen dat ik zo goed train, dat ik gewoon een goed visitekaartje ben voor Team Jumbo-Visma. Het moet niet zo zijn dat ze mij zien en dat ze denken, wat zijn dat voor amateurs? Dus ik ga aankomende dagen laten zien dat ik een bekje verdien in de groep. Maar waarom lach je zoveel? Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik word niet serieus genomen. Wacht maar, ik ga mensen verbazen. Ik zit nu achter de laptop, dames en heren. En wauw, wat een eerste dag. Zo nice, zo leuk. Ik vind het echt tof dat we hier zijn. En ik heb heel erg veel zin in morgen. Oh, natuurlijk veel indrukken. Het is pas 9:15. Maar Marvin die zei ook heel terecht van... joh, we hebben in de auto gezeten de hele dag. En ja, we gaan gewoon lekker naar bedje toe. En voordat we slapen duurt het misschien nog wel een uurtje. Zijn we morgen in ieder geval fris en fruitig. Toch, schat? Zeker. Wat voor cijfer geef je vandaag? Een dikke vette 10. Dikke vette 10, hè? Ja. Nou, geef me een high five op. Oh. En dan met 2 high fives hebben we een dikke 10. Hoppa. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. De komende dagen, superleuke content. Zorg dat je erbij bent. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke vette. Peace. Oh.